Hallo jongens, Matthijs hier. Welkom terug bij een nieuwe aflevering op Vaco Games, waar ik volledig zonder schaamte voor jullie ga presenteren en acteren. Waarom eigenlijk acteren? Ik heb geen idee. Oh, even mijn geluid van mobiel uitzetten en dan zijn we ready to go. Waar we de vorige keer waren verbleven, dat was... hoe moest het ook alweer? Zo moest je draaien. Oké, moet je wel even een beetje uitvinden. Wat wij natuurlijk gaan doen, dat is, ik heb hier zo hele mooie trompetjes gekocht. Want dan kan ik deze guys die trompetjes laten pakken, die ze al hadden gepakt. En dan ga ik eens even lekker vrienden maken. Want wat ik een keer had gehoord, was volgens mij dat je het beste in het begin gewoon vrienden kan maken. Dus wat ik ga doen is, ik ga hierheen lopen met mijn trompetjes. En ik ga hierheen lopen. Tenminste, wat gebeurt er allemaal? Wow, what the fuck is dit? Jongens, waar zijn jullie? Jongens, waar zijn jullie? Hier zijn jullie. Ga maar lopen. Ja, jullie. Kom hierheen. Ga maar. Ga maar hierheen. Heel goed. Ga maar doorlopen. Goed zo. Goed zo. Wees maar niet bang, groene beestjes. Wees maar niet bang. We doen niks. We zijn gewoon onderweg naar, naar deze jongetjes. Daar zo. Oh. Ik moet het nog een beetje uitvinden hoe ik dit tactisch kan aanpakken. Nou, gaan we lekker praten. Hier, gebruik je trompetjes. Ja, let op. Wow, trompetten erbij, alles. Nu weer, let op. Oh, niet. Ze willen geen trompetten. Dan doe ik het toch lekker nog een keer. Zo, kijk eens hoe blij ze zijn. Nou, dat is niet normaal. Hier, de 10. We hebben gewoon een 10 gekregen, jongens. Is toch niet normaal? Wat staat er trouwens achter mij? Ik ben nog steeds benieuwd wat het is. Hebben we nu vriendjes gemaakt? Ja, volgens mij wel. Kan ik nu... Oh, nee. Ik wil niet nog een keer. Nou, zo. Hebben we nu vriendjes gemaakt of zo? Volgens mij is er een of ander zwaar beest aan het rondlopen. Mijn beeld die trilt er weer uit. Hoor ze praten. Dan gaan we weer terug naar je eigen kamp. Hier zo. Hier is het toch? Wat ben ik nou heel dom? Sorry, ik liet een boertje. En dan gaan we even vissen, denk ik. Even kijken. Hier zo. Gaan we met z'n allen lekker vissen. Met z'n allen? Kom je allemaal mee? Allemaal vissen. Nou, klaar. Ik heb, jongens, ik ga ook volledig zonder schaamte ga ik gewoon een bakje wiki leeg drinken. Ja, heerlijk. Jullie reacties, die blijven mij leuk, hè? Echt serieus. Telkens als ik teruglees... Ik heb zelfs berichtjes gekregen van mensen die zeggen... Wanneer komt er nou een nieuw online? Maar gewoon echt inboxberichten, weet je wel? Dus niet gewoon comments, maar echt inboxberichten. Wat is er aan de hand met hun? Hebben ze honger? Volgens mij wel. Ik weet niet trouwens of je het kan zien, maar ik heb trouwens een nieuw computerscherm. Volgens mij kan je dat wel zien aan de grootte of de... Weet ik het, de manier waarop het opneemt of zo. Volgens mij kan je dat wel zien. Nice toch? Ik vind dat nice. Ik heb het gekregen voor kerst. Ik weet niet wanneer het wordt geüpload, maar in ieder geval, het is net kerst geweest. Een paar dagen geleden. En ik heb nu ook een paar dagen achter elkaar uitgeprobeerd. Tenminste, niet achter elkaar, maar een paar dagen uitgeprobeerd. En nou, ik ben super tevreden. Echt waar. Heel erg tevreden. Ga je ze nog terugbrengen of wat gaan jullie doen? Ga je hier staan wachten? Kan ik dit ook versnellen? Volgens mij wel, hè? Ik dacht dat ik het ergens kon versnellen. Ja, goed zo, gaan we terugbrengen, die mandjes. Jullie hebben zo wel genoeg vissen gevangen, denk ik. Dacht ik zo. Ja, jij ook. Kom, ga terug. Jij ook, goed zo. Nu alleen jij nog. En dan, mogen jullie, de shit erin gooien. En dan, nee, eerst even teruggooien, natuurlijk. Zo. Zo. Alleen jij nog, mijn vriend. Zo, dan ga ik jullie allemaal gaan hierheen. Dan gaan jullie, ga ik even hier kijken. Wat ik voor jullie kan betekenen. Hier kan ik vrij weinig betekenen, maar ik kan wel... Ja, ga maar lekker dansen. Ik kan wel, ik kan wel dit doen, jonkie toevoegen. En dat ga ik dus ook zeker doen. Kost me 10 stukken vlees en dan kan ik een jonkie toevoegen. Geen probleem toch? Ik doe er meteen nog één. Ja, ik heb meteen 2. Nice. Oh, wat doen jullie allemaal? Nou, genoeg gedanst. Kun je weer verder gaan vissen, lul. Kom, aan het werk, klootzakken.
Kom. Go, 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 go. Rollen, rollen. Ik heb zin om te commentaren. Hoe heet dat? Commentaar te nemen. Ik heb een... Sorry, ik had een beetje een schale keel. Nee, schrale keel. Maar wat zei ik? Ik heb zin om een commentaar weer op te nemen. Ik heb er zin in om, om even wat op te nemen. Het is lang geleden. Tenminste, niet lang geleden, maar gewoon... Zeg maar, de laatste tijd met kerst en met... Het is een hele tijd geleden. Sinterklaas nog weer. En oud en nieuw. Het is... even uittrekken. Het is druk. Echt waar. Je bent snel geld kwijt, omdat je voor iedereen cadeautjes moet halen. Of... Oké, ik haalde misschien geen vuurwerk, maar er zijn zat mensen die wel vuurwerk halen. Maar... Hey, kijk, er is er eentje volwassen geworden. Maar dat kost gewoon veel geld. De hele maand december kost gewoon veel geld. Dat is gewoon zo. Hier, jullie twee. Jullie kunnen ook wel mee gaan vissen. Kom, jij ook. Jij ook. Jullie zijn net volwassen, jullie kunnen makkelijk vissen. Kom. Maar ja, dat is gewoon zo. De hele maand december kost gewoon nou eenmaal veel geld. En dat is gewoon, ja, kut eigenlijk wel. Want op die manier ben je gewoon snel geld kwijt. Ik heb ook echt, toen ik mijn loon kreeg, echt, ik zweer het, een week daarna was alles op. Dus dan moest ik nog 3 weken zonder loon doen. Dus niet chill. Maar ja. Dus mijn moeder ook nog een keertje jarig. Hey, wat doet hij? Wat de fuck gebeurt daar? Ik zat even te controleren wat er allemaal gebeurde. Hier, pak hem. Zo, what the fuck denk je, Onigi? What the fuck, G? Eigenlijk moet er altijd even eentje achterblijven hier, zo om de boer te beschermen, of niet? Dan mag deze hier blijven. En dan ga ik even alles terugzetten. Hele stam selecteren. Die gaan allemaal eten. Volgens mij heb ik best wel veel eten verzameld. Ja, let op. Ik kan nog mijn kleintjes grotere hut vereisen. Ga dat even lekker fixen. Wapens, kiekers. Prima. Nee, grotere hut vereist. The fuck? Hoe de fuck ga ik een grotere hut maken? Hoe doe ik dat? Wat staat er? Overwin of wordt bondgenoten met andere stammen om voortgang te boeken? Ja, dan ga ik ze maar vermoorden, of niet? Pak allemaal maar een bel. Zo simpel gaat het. Nou, gaan we nog even snel eten, zodat jullie volle levens en zo zijn. Volle, weet ik het allemaal. Of kijken, ja. Pak allemaal maar een bel. Net op. Zijn allemaal ready to battle. Dan ga ik eens even kijken welke kant wij op kunnen gaan. Even kijken, jongens. Even wachten hier zo. Die keeltjes waarmee we net vrienden hebben gesloten, ik denk dat ik ze nu maar gewoon ga vermoorden. Check ze. Hoor je dat geluidje? Dit verwachten ze niet, jongen. Die verwachten ze niet. Hoornspelers. Hier zijn dus visser, hoornspeler, dus ze hebben geen wapens. Dat is wat chill, toch? Hier, ik ga ze dus die aanvallen. Boom. Boom, jongen. Fuck yeah. Let op, jongen. Let op. Hey. Moet je niet ermee gaan bemoeien ofzo. Kom, vermoorden de shit. Wij hebben nog genoeg levens, we kunnen ze makkelijk aan. Hier, yeah. pak de stamhoofd. Die is altijd, dat is het, de main point. Die moet je ze dus vermoorden. Als je die vermoord hebt, jongen, oh, dan heb je een dikke voorsprong. Oh kut, er is eentje van mij. Die heeft het moeilijk. Maar dat maakt niet uit, want we zijn die hard. Oh wacht, pak die. Jullie allemaal, hem. Fuck yeah, pak hem. Hier, pak ze, pak de rest ook dan, jongen. Hier, huppakee, allemaal tackles, jongen. Je weet zelf, die kill gaat dood. Sterf. Ja, pak de fucking bruine dorp dan, jongen. Let op, jongen. Die tent, jongen, die gaat zo meteen helemaal pladji. Helemaal plat, je weet. Let op. Waar is die andere dude die nog bij dat kamp hoorde? Is ook allemaal weg. Fuck, let op, jongen, let op wat we gaan doen. Check dit. Nog maar 200, jongens, nog maar 200. Hij is bijna dood. En dan zijn we weer klaar. Tenminste, zijn we niet klaar, maar ik bedoel, dit zou mooi zijn. Hey, er is een... Oh, laat maar. Dit is goed al, het is al goed zo. Kijk, zie je, we hebben gewonnen. Wat krijgen we? We zien jullie door de kutbomen. Ga weg! Ja, we hebben niet gezien wat we hebben gekregen.
Oh, dat is kut. Oh, let op. Nu gaat volgens mij mijn tent groeien. Bots, ik heb een fucking totempaal. Wat dacht je me daarvan, jongen? Zo. Wow. Krijg nou wat, mijn tent breidt uit en zo. Nice. Wat gebeurt er allemaal? Let op. Bots. Oh, nice. Nu ook stenen grond en zo. Vet. 9 stamleden kan ik nu ondersteunen. Nou, kom allemaal maar terug. Stam selecteren. Hierheen. Gewoon hier rennen. Oké, ik heb meer gereedschappen of zo. Wilde dieren komen je eten stelen. Nou, kom hier dan, jongen. Motte hier komen, jongen. Wacht even. Eerst ga ik even visperen neerzetten. Voor het vissen, toch? Ja, toch. Je weet toch. En een kleintje. Oh, ja. Je gaat hem aanvallen. Let op. Ja, die is dom. Die is dom en dood. Let op. Klaar. Meteen wat eten. Hey, dat is een jonkie. Oh, dit is wel nice. Zie je, we beginnen echt al te groeien. We beginnen echt al vorm aan te nemen. Weet je wel, we beginnen echt al zo'n huge, big-ass niggerdorp te worden, weet je. Nou, even eten. Voor degene die wil eten. Ga eten dan, jongen. Wetten wel. Of, wacht, ja, ga eerst maar dansen dan. What the fuck doe jij? Dan niet, jongen. Die moet healen. Kan ik hier healen of zo? Oh, kijk, ze beginnen nog te dansen. Deze, die mag hier blijven. En dan gaan deze, die gaan met mij mee vissen. Ga maar lekker vissen, jongen. Ga maar lekker vissen. En zo, beeld een beetje draaien. Kan ik het kamp meteen een beetje in de gaten houden. Oh, die is ook gegroeid volgens mij. Oh, wacht. Maar nu moeten we natuurlijk wel even vishengels meegeven. Want die hebben we nu. Ga hem pakken. Kijk, check ze allemaal vishengels pakken. Let op. Oh, allemaal haakjes. Je weet. Pas op voor de haken. Dat zijn dus, meneer Krab zei dat. Nou, go. Ga die vissen vangen dan. Ik zweer het. Kunnen jullie nu sneller of zo, nu jullie haken hebben? Tenminste, het lijkt mij logisch als je een vis gaat vangen dat je sowieso een vishengel meeneemt of zo. Oh, ze hebben speren. Dat is ook chill. Maar ja. Check ze gaan, jongen. Check ze. Epische cinematic hiervan maken. Jij bent de lelijkste van allemaal, gefeliciteerd. Je bent ook het eenzaamste. Kijk, iedereen staat bij elkaar. Jij staat afgelegen. Zullen ze nu sneller klaar zijn of zullen ze nu zeg maar in één keer meer eten meenemen? Want net stond er telkens zeg maar plus 7 eten. Zullen ze nu bijvoorbeeld plus 10 hebben of zullen ze nu gewoon eerder klaar zijn? Want ja, ben ik best wel benieuwd naar eigenlijk. Jullie zijn vast ook allemaal klaar. Je mag daarin gaan. Nee, ze zijn gewoon sneller klaar, denk ik. Jij mag ook daarin. Ja, dan mogen jullie ook nog allemaal wat even het eten wegbrengen. Dan, oh, dan prop ik ondertussen nog even een klein kind aan mijn kont. Wow! Een andere stam valt aan. Lol, jongens. Pak allemaal bijlen. Yes, doe jij nog even snel je eten wegzetten. Pak allemaal bijlen. Dan zijn we klaar voor de strijd. Ik zweer het, jongen. Ik weet niet waar de fuck ze vandaan komen, maar kom erop. Volgens mij komen ze daar vandaan. Volgens mij. Oh, ze komen van die kant. Hier, daar komen ze. Check ze. What the fuck denk je, G? What the fuck, G? Kom niet met ons fokken, man. Kom niet met ons fokken, je weet toch. Hier, val allemaal die fucking speerwerper aan, jongen. Kom niet fokken, G. Hoezo vallen ze als überhaupt aan? Hebben wij iets misdaan? Volgens mij niet, jongen. Maar dat boeit niet, want we kunnen ze makkelijk aan. Check ons fucking eindbaas ownen. Let op. Oh, die speertjes. Je hoort allemaal van die speertjes vliegen, echt zo. Oh, cool, er is een klein kind geboren. Waar komen jullie vandaan? Jullie zijn van het paarse team. We gaan het paarse team allemaal uitmoorden, jongen.
Jij moet terug. Je bent bijna dood. Jullie mogen doorgaan met hem aanvallen. Oké, dan moet je dus snel terug. Ga snel wat eten. Jongens. Jullie zijn slecht aan toe. Man. Wat is er aan de hand, jongen? Hoezo? Wat de fuck doen die paarsen? Wat de fuck kom je doen dan? Hè? Kom je naar ons toe? Kom dan, jongen! Bot! Hier! De kennen krijgen, jongen! Let op! Hotse vlots. Een beetje stoer doen. Nou, dacht het niet, vriend. Niet in mijn wereld. Dit is mijn fucking baas. Mijn fucking plek. Kom, gaan dansen om het kampvuur alsof we eindbazen zijn. Waar kan ik ze healen of zo? Daar zo? Ik denk dat ik ze zo kan healen, toch? Let maar op. Je hoort ze nog aan mijn schreeuwen. Volgens mij is nu dat kamp er heel slecht naartoe, de roze dorp. Ik heb net al die keeltjes vermoord, dus. Waarom gaat hij niet levens omhoog of zo? Wat is met deze? Oh, hebben jullie allemaal honger? Dan gaan we allemaal even eten. Dan. Snel dan. Heel snel. Kijk, wat kunnen we nog meer neerzetten? Houten horens, ik ga geen vrienden maken. What the fuck, denk je? Brandende fakkels, die zijn ook wel stoer. Ik wil wervenspelen. Maar ja, ik moet eerst even zorgen dat iedereen een beetje HP erbij krijgt. Als het zo heet ook in het spel. Ik weet niet. Oh, waar? Gaan hun? Oh, we gaan hem opnieuw aanvallen. Lol. Jullie gaan falen, vriend. Er is geen volwassen geworden. Nou, pak een bel, zou ik zeggen. Pak een bel, dan red je het wel. Pak allemaal een bel. Zoals iedereen de bel weet. Oh, de stamhoofd heeft honger. Jij? Ga maar even eten. En is iedereen er klaar voor? Deze, die moet nog even een bel pakken. Zijn we helemaal klaar voor, jongens? Fucking ownen gaan we, jongen G. Je weet toch. Kom, hier, daar komen ze. Door. Fuck yeah, val die bitches aan, jongen. Let op. Oh yeah, fuck yeah, val hem aan. Dit is maar één fucking bitch. Check ze gewoon fucking. Ze zijn maar met een paar, jongen. Die kunnen we makkelijk aan, jongen. Oké, ik wil niet veel zeggen, maar deze moet even back off. Let me lose my mind. Yeah, vermoord die, bitches. Sorry dat ik zo scheld, maar ik laat me opgaan in het spel. Dit spel is echt veel leuker als je scheldt. Oké, laatste. Laatste is ook al dood. Lol, ze zijn fucking makkelijk om dood te maken. Oh, hoe kunnen ze healen dan? Waar zijn ze aan het healen? Kijk. Er staat een plusje bij. Wat doen ze? Ze staan gewoon stil, of niet? Ze staan gewoon een beetje stil en dan gaan ze vanzelf healen ofzo. What the fuck? Ga eten of zo. Oké, jongens. Als we hebben gegeten, dan gaan we het groene dorp aanvallen, want die zijn boos op ons. Maar de paarse en de roze zijn ook boos op ons. En de blauwe zijn ook boos op ons. Dus eigenlijk staan we best wel kansloos hier. Die is uitgemoord door mij. Wat gaan die groenen nou doen? Check hem, hij gaat alles eten, die kill. Lol. Oké. Ik ben van de blauwe, toch? La Señor dorp. Oké, let's do this. Selecteer iedereen. En we gaan... daarheen. Maar zo is dat. Ja, bitch. Hey. Bitch. Je gaat eraan, roze. Wat denken, jongen? Hè? Wat denken? Dat is zomaar aan mijn dorp dingen kan lopen te stelen, jongen. Nice. We gaan de rest van het dorp ook meteen aanvallen. Je weet toch. Dit hoe we rollen. Let op. Daar gaan ze. Fuck het roze dorp. Let op. Fuck jullie met jullie speren, man. What the fuck denken jullie? Vuurbommen. Hier. Wat is vuurbom precies?
Oh, lol, ze kwamen nu daar terecht, dat is niet chill. Oké, jongens, we kunnen dit. Ik zweer het, we kunnen dit. Kom, speerwerpers, moet kapot. Alles en iedereen moet kapot. We hebben de één kapot, toch? Eén is kapot. Let's go to the next one. Let's go to the next. Next, let's go to the beach. Wilde dieren kan je eten stelen, maar dat maakt niet uit. Want we gaan roze verslaan. Dat is vet. Zijn er nou... Oh ja, er zijn al een aantal dood van ons, volgens mij. Speerwerpen, Draco, next one. Ook gewoon eraan. We zijn best wel aan het ownen nu, niet? Ja, yeah, next. Nog speerwerpen. Hoorde je, ik hoorde ook zo'n trompet. Zo. Als ze deze hebben verslagen, lijkt me een perfect moment, jongens, om te stoppen met opnemen. Hebben jullie wel genoeg gehad voor de komende paar dagen? Tenminste, voor de komende... Paar is twee, toch? Ja, dan hebben jullie wel genoeg gehad voor de komende twee dagen. Ik weet niet hoe lang het dan gaat duren voordat de volgende video weer online komt. Maar volgens mij kunnen we net deze roze kills verslaan. Volgens mij kan het allemaal net. Het scheelt niet veel, maar het kan allemaal net. Zie je, check hem daar achterbank zitten. Ja, dat gaat eraan, jongen. Nou, dan gaan we nu deze doen. Dan hebben we gewonnen. Hier, doe nog even snel vermoorden dan, jongen. We zijn bijna klaar. Snel! Bots! Oh, die jongen, die jonkie. Ja, die kan helemaal niks. Oh, dan moeten we nog even snel dit vermoorden. Oh, dat gaat nog wel even duren. Oh, jongens, we hebben gewonnen dit potje. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je dus hebt gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer op Vaco Games. Je weet hoe het allemaal werkt. Tot de volgende keer. Tot ziens!